Na de Grand Prix van de Verenigde Staten gooide Haas de knuppel in het hoenderhok en diende ze een dubbel protest in bij de FIA. Eén protest was voor Sergio Perez van Red Bull Racing en de andere voor Fernando Alonso van Alpine. En de protesten hadden eigenlijk allebei ongeveer dezelfde aard. Het ging bij Perez die zou rondrijden met een beschadigde voorvleugel en bij Alonso zou het gaan om een beschadigde zijspiegel. En de wedstrijdleiding besloot er niks mee te doen. En dat zat niet lekker bij Haas. Want dit seizoen hebben ze de auto van Kevin Magnussen al drie keer verplicht naar binnen moeten halen omdat de wedstrijdleiding vond dat de auto onveilig was. En dat lag dus niet zo heel erg lekker bij het team van Magnussen en van Mick Schumacher. Het diende protest in en kreeg deels gelijk. Alonso kreeg een tijdstraf van 30 seconden. En dat terwijl Sergio Perez met de schrik vrij kwam en niks kreeg. Maar waarom eigenlijk? Nou, in deze video ga ik dat uitleggen. Maar voor ik dat ga doen, wil ik vragen om je te abonneren op dit kanaal. Dan heb je toffe content, vette winacties. En Fernando Alonso zou het ook vet vinden als je je abonneert. Ja! Tijdens de hoorzitting claimde Haas dat de Red Bull-Bolide niet veilig was tijdens de race in Austin. Na een touché in de openingsronde hing de front-endplate van Perez namelijk op half zeven. Kevin Magnussen werd dit jaar al drie keer verplicht naar binnen geroepen door de FIA toen hetzelfde onderdeel op zijn Haas loshing. Als de Red bull teambaas Christian Horner in een gesprek met Racing News 365 wordt gevraagd naar de situatie, verklaart hij dat er op geen enkel moment een onveilige auto rondreed. Ik wil het daar eigenlijk niet over hebben. Het onderdeeltje van de voorvleugel kwam los en van de auto af. Op dat punt was de vleugel structureel veilig. We hebben samen met de technische afgevaardigden van de FIA gediscussieerd en zij waren tevreden met onze uitleg. En tijdens de hoorzitting was technisch afgevaardigde Joe Bauer ook aanwezig en hij bekrachtigde de uitspraken van de Red Bull teambaas. Red Bull stuurde ook gedetailleerde foto's naar de stewards, naar de wedstrijdleiding en toen werd de auto niet onveilig bevonden. Nou, voor de commissie was dat genoeg reden om ook het advies over te nemen en zo werd Perez dus niet gestraft. En hoe zat het dan met Alpine? Nou, Fernando Alonso die reed na de crash met Lance Stroll naar de pitstraat. Hij kon zijn race vervolgen, maar zijn rechterzijspiegel zat los en uiteindelijk viel hij ook van de auto af. Nou mag wel gezegd worden, een zijspiegel is misschien iets belangrijker en iets onveiliger dan een front wing endplate. Maar alsnog was Alpine verbolgen over het feit dat Fernando Alonso pas uren na de race een straf heeft gekregen. Terwijl de auto net na de controle, net na de race, wel gewoon veilig was bevonden. Nou, de VIA geeft nu uitleg. Meneer Bauer gaf toe dat een wapper in de zijspiegel gevaarlijk was, los kon komen en een andere coureur kon raken en verwonden. Daarnaast liet hij weten dat de auto in zijn ogen twee spiegels moet hebben en dat de auto daarom onveilig was tijdens de race. En die meningen wogen tijdens de hoorzitting bij de stewards zwaarder, en daarom besloten ze Fernando Alonso wel te straffen en Sergio Perez niet. Daarnaast schaven de stewards aan ook diepe zorgen te hebben over het handelen van de wedstrijdleiding. Ze vonden namelijk vrij frappant dat Fernando Alonso niet eens de meetbal gekregen heeft, de zwart met oranje vlag, of in ieder geval minstens een radioberichtje naar het team. Na Alpine heeft te laten weten het niet erbij te laten zitten, en ze gaan in protest tegen de protest van Haas. En donderdag dient er nog een kleine hoorzitting... om te kijken of de straf van Fernando Alonso al dan niet blijft staan. Na dat geval lees je dat zeker weten op racingnews 365nl Vanmiddag ben ik weer bij je terug met een nieuwe video... en dan hebben we een Grand Prix preview voor de race in Mexico.